Ik ben Henk van Os en wat ik wil voordragen voor de virtuele vitrine is dit. Deze paraplu. Want dat is mijn dierbaarste voorwerp wat ik van het Rijksmuseum heb overgehouden toen ik in 96 ben weggegaan. Het Rijksmuseum hier en dan al mijn favoriete Madonna's eromheen. En daar ben ik heel tevreden mee. Maar eigenlijk wil ik dat nu even niet voordragen, maar het beeld waar we nou staan. Want ik ben nu curator, heet dat, van Aard Zuid. En daar staat in de Apollolaan deze Christofoor van Gerhard Lentink. En die Christofoor, daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Toen ik hem voor het eerst zag in Vlaanderen in het tentoonstelling langs de kust. En nu staat hij hier. En het beeld is van Gerhard Lentink en dat is Christofoor. En Christofoor die draagt Jezus, maar de zetel is leeg. Dus jij kunt nu hier langslopen en dan verbeelden dat jij voor één keer gedragen wordt door Christofoor. En dan had ik eigenlijk gedacht dat dit een mooi beeld was voor bij de Obrechtkerk. Maar ik had helemaal nooit opgemerkt dat dit beeld ook een lul heeft. En dat het kerkbestuur dus niet een beeld met een lul voor de kerk wilde hebben. Dus nu staat het hier in de Apollolaan. En Apollo, ja, dat moet met een lul kunnen. Het is misschien een beetje megalomaan, maar ik draag nu twee dingen voor de virtuele vitrine. Mijn paraplu en Christofoor.